De leden van het legioen mochten onder meer tokkelen en abseilen. Ik heb echt stress. En dat we hier met echte Feyenoord-fans te maken hebben, blijkt wel als we oog in oog komen te staan met Paul Spiljaard. Vorig jaar is mijn oog eruit gehaald. En dan moet je van de nood een deugd maken en dan toch maar gelijk laten zien dat je een die-hard Feyenoorder bent. Dus. Het ziet er gek uit. Ja, ik vind het normaal eruit zien. Dus ja, het is Feyenoord in hart en nieren dus. En in oog. Die goede oude Kuip. Sommige fans komen hier al meer dan 30 jaar. Maar het ziet er toch echt naar uit dat we afscheid gaan nemen. Ja, we moeten wel. Ja, we moeten echt. Ja, Feyenoord moet echt een stapje vooruit doen om echt weer aan te sluiten bij de Nederlandse top. Vooruitgang is mooi, dus zien we wel. Dus, ja. En wat vindt u van het plan zoals het er nu uitziet? Ja, weet ik niet. Daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens en de supporters zeker niet. Maar u heeft er wel een oogje op? Eén, inderdaad, ja. Een Feyenoord oog zelfs. De leukste activiteit is als Tarzan door de Kuip slingeren. En dat ga ik natuurlijk ook even doen. Oh mijn god. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Dit is echt heel. Oké. Dit is echt heel lekker. Gaat hij goed? Oké. Ah. Oh, nog opgevallen. Tada! Ja, ik hou je zo wel even vast houden.